Hallo en welkom in de Benierstudio. Ik ben Robert en vandaag gaan we in gesprek met Mark Bassauer. Hallo Mark, welkom in de Benierstudio. Goedemiddag Robert. We zijn heel blij dat je er bent, dat je tijd hebt genomen om in de studio te komen van de Benier. En graag gedaan. Bedankt voor je uitnodiging. Ja, en een heleboel kennen Mark Bassauer natuurlijk al, maar... Dat weet ik zo niet hoor, maar... voor zij die je nog niet kennen, zou je je misschien willen voorstellen? Ja, ik zou me even willen voorstellen. Mijn naam is Mark. Eigenlijk is het origineel is het Marcus Bassauer. Dus Marcus is van evangelist, dus... Bassauer, getrouwd met Suzanne. Bassauer van Lent. En 3 bonuskinderen en 2 kinderen. Wauw, mooi. En ik heb, wat wil je nog meer weten? Nou, ik heb hier en daar wat mensen gezien die door jou zijn geknipt. En volgens mij knip je al heel lang. En dat zag er niet goed uit. En ik was wel benieuwd hoe je dat doet. Nee, maar je hebt een zaak, dat weet ik. Een kapsalon. En je had het al over Marcus, evangelist. Hè? Dus volgens mij heb je daar ook wel een soort van combi in je werk gevonden. Zou je daar wat over willen vertellen? Even kijken, ik zit nu 21 jaar in Wieren gevestigd. En ik was helemaal nog niet, ik kende God eerst niet. En ik was daar begonnen. En Michel en Sandy en de familie Karels, die kwamen ons knippen. En wat wel heel mooi was, ze waren altijd wel bidders voor mij geweest. En na die tijd, als Michel als laatste kwam, dan is het altijd van, Mark, zal ik even voor je bidden? En dan, mooi. Dan gingen we de keukentje in en dan gingen ze bidden. En ik denk dat dat ook een heel veel gedaan heeft in mijn leven en hoe zij zelf daarin stonden. En ja, dat is wel iets wat voor mij heel veel voor mij betekend heeft. Ah, oh, bijzonder. En misschien weten ze niet en dat is ook gewoon wat ze ook daarvoor bidden en God, God werkt daar ook doorheen. Ja, bijzonder. Ja. Nee, en kun je vertellen hoe je verder, bijvoorbeeld... Jouw zaak, je privéleven, hoe deel je dat in als gelovige? Want je kwam eigenlijk uit een niet-gelovige situatie. En toen in die zaak werd, dus gaandeweg die je die zaak al had, ben je ook tot geloof gekomen. Hoe kun je iets vertellen wat dat aan verandering meebracht, terwijl je eigenlijk nog hetzelfde werk deed en... Ja, weet je, dat is natuurlijk, als kind was ik natuurlijk als christelijk opgevoed. En je geloofde wel met je hoofd. En toen ik tot bekering kwam, dan was het 20 centimeter gedaald en is naar mijn hart gedaald. En daar is zo natuurlijk heel veel passie daarin bijgekomen. En God die daar, je hart daarin zo raakte en wat je zo enthousiast maakt en dat je ook echt wil gaan vertellen over wat God voor je in je leven heeft gedaan. Oh, mooi, ja. En in mijn werk zie ik nou zeker dat het als mijn zendingsveld, waar mensen komen gewoon om te knippen, maar ook gewoon een relatie opbouwende op een gegeven moment, dat je een relatie opbouwt, dat mensen je daarin vertrouwt en ook hun problemen bij je kunnen neerleggen. En ik weet niet in welke situatie ze zitten, maar ik weet wel wat ze nodig hebben. Ja, prachtig. En dat is wat ik ook nodig heb gehad. En dat is natuurlijk Jezus. Ja, mooi. Ja. Ik zie als jij over Jezus begint en over dat verhaal van de bekering begin je te stralen. Ja. Dat vind ik echt, echt mooi. Ja. De liefde straalt er vanaf. Ja. En dat is ook eigenlijk gewoon de eerste liefde wat je eigenlijk daarin... in ontvangt en eigenlijk zo vol passie daar eigenlijk wil staan om over hem te vertellen. Het is niet altijd mogelijk natuurlijk, want je krijgt natuurlijk heel veel verschillende klanten. Ja. Maar als er een gaatje is en als God spreekt en de Heilige Geest spreekt tot mijn hart en een openheid daarin is, dan zijn ze wel aan de beurt. Oh, bijzonder hè. Yes. Wauw. Is er nog iets afsluitend? Wat je iemand zou meegeven, wat je mensen mee wil geven? Ja, in wat voor zin bedoel je meegeven van het evangelie? Of, ja.
Ja, of wat jij geleerd hebt, zeg maar wat je mee wil geven aan zij die Jezus kennen. En misschien zelfs aan zij die Jezus niet kennen. Ja, er zijn wel momenten gewoon in de zaak geweest dat ik wel eens dacht van, oké, dat de Heilige Geest klopt op je hart om voor iemand te bidden. Ja. En dat je denkt van, oh nee, dit is wel een awkward moment om het te doen. Ja. Maar wat ik wel heb geleerd is, als de Heilige Geest klopt op je hart, om het wel te gaan doen, om wel te gaan bidden. En God zal die ruimte zelf ook wel vrijmaken daarin. Ook al in je drukte, in alle dingen waar je mee bezig bent op dat moment, geeft God daar ook wel weer die ruimte daarin. En als je dat doet, gaat God heel mooie dingen doen. En mooi. Zo heb ik een paar keer ook meegemaakt daarin, om hoe geweldig daar God in werkt. Ja. De ene keer praat je dan met mensen en dan weet je niet wat voor uitwerking dat heeft. En God laat het wel zien daarna wel weer wat voor uitwerking ze heeft gehad. Prachtig. Zo. Nou, Mark, heel erg bedankt. We hebben je wat beter leren kennen en ik hoop de kijkers ook in de Benierstudio. En dank je wel dat je hier hebt kunnen komen. En we wensen jou veel zegen met je gezin toe en met je zaak en alles. Wij gaan je... Misschien kunnen we nog een keertje naar je zaak om eens te kijken hoe dat eruit ziet. Maar altijd welkom. Oh, dank je wel. Nou, dank je wel, Mark. Dank je wel, Robert. Mensen, dit was Mark Besouwer. En de volgende keer gaan wij, gaan jullie horen en zien wie er dan weer wordt geïnterviewd. Dank jullie wel voor het kijken.